In de vorige aflevering van Netherland S&P gingen Emma, Milan en ik langs bij Ixion en Nuxie omdat wij het grote nieuws wilden vertellen dat Milan en ik gaan trouwen. Nadat we het nieuws hadden verteld, wilde Nuxie mij nog confronteren met de voorspelling die ik had gedaan voor haar bruiloft met Link. Later heb ik een rondleiding gekregen door het lab van Ixion en hebben we afgesproken dat we iets gaan doen aan het Nuxie-probleem. Nu ga ik weer langs bij Robbieland omdat Ixion mij vertelde dat er een verloren Fries rondliep. En wie dat is, zie je nu. We zijn eventjes langs in Robbieland, want ik wou Ixion eigenlijk spreken over het Nuxie-probleem, maar daar had hij geen tijd voor. Hij heeft wel een hele hoop mensen onder de vloer, zei hij, en ik mocht langskomen, want hij zei dat er iemand over de vloer is die ik mogelijk ken. Stuur mij een berichtje als het fout gaat. Hoe stuur ik een bericht? Wow. Hey. Hallo? Hallo? Je bent diegene van het bier. Bier? Ik ben... Hè? Dat is die andere. Niet degene van het bier. Jawel, jij hebt Robbie dronken gevoerd. Puk, kom het lab in. Ik kom hier eigenlijk op bezoek voor Ixion. Puk. Maar waarom? Waarom? Ja, Nuxie? Ja? Ik laat Isa jou zo bellen dat je er komt kan ophalen. Wacht, wat? Maar Puk, Puk? Ja? Je hebt mij nooit gezien. Dankjewel, Nuxie. Oké, Nuxie. Doei, Nuxie. Oké. Ja. Nou, gewoon de deur voor me dicht. Sorry, oh man. Puk live. Gezicht gescand. Ja, ik herken het inmiddels wel. Ja, jij was toch getuige bij die in de rechtszaak? Ja, dat klopt. Ik ben de broer van Larissa. Oh! Hallo, Puk. Robbie. Waar kwam dat vandaan? Hallo? Robbie. Oh, dit is Robbie. Heeft zijn ogen op mij. Ik heb wel eens gehoord over Robbie, maar ik heb Robbie nog nooit echt ontmoet. Oh, dit is Robbie. Robbie? Ja? Robbie? Dit is Puk. Ja, je moet even iets dichterbij me gaan staan, want volgens mij is hij een beetje verliefd. Hallo? Robbie, kom eens hier. Robbie? Hallo? Sorry, ik ga weg naar een andere kamer. Hij is zeg maar kapot gemaakt. Ja, moet die batterijen niet vervangen worden of zo? Oh, wat heb je nou gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Als je batterijen vervangen, opladen... Ja, dan gaat die... Oh, ik heb Robbie kapot gemaakt. Nee, ja, maakt niet uit. Dat is goed. Oké, laten we even hierheen gaan. Online. Hallo? Wat, hallo? Ja, kom even mee. Ja, jij? Ik zie Jan, die had het net over jou of zo, dat jij hier was. Nat Vlees heeft een keer volgens mij over je verteld. Je was Isa, toch? Ja. Wacht, je kwam dan toch uit Friesland, of ben ik nou gek? Ja, maar wie ben jij? Ja, ik ben Puk. Ik kom ook bij Friesland, of ja, Magna Frisia heet tegenwoordig. Er is een hoop gebeurd. Magna Frisia, wat staat voor Groot Friesland? Magna Frisia. Ja, dat ik inderdaad. Ik weet niet wat er is Er is een hoop gebeurd. Waar ben je al die tijd geweest dan? Want Nat Vlees heeft wel verteld over dat je Fries was. Ik weet niet. Zie je, Ixion, ik vind dit ook een beetje... Ik ging slapen en ik werd wakker. En Friesland was niet meer de Friesland dat ik herkende. En er was niemand meer, dus ik dacht, ik ben de enige. Dit is gewoon verlaten. Is dat het enige slapen wat je kan herinneren van wakker worden en niks meer herinneren? Ja. Ik denk iets anders. Kater. Oh, koude grappig. Kaulo zeggen dat niet? Ik heb geen idee. Nigel, is dat taal uit jullie tijd of zo? Ja, ken je dit woord ook? Haksnuggen. Nee, dat woord ken ik niet. Wat betekent het? Nee, ik heb ook geen idee. Het is wat die huppe jongeren tegenwoordig zeggen, het volgens betekent, mij. Het betekent... Nigel, dat je dat niet meer weet. Ah, dat is grappig. Maar je woont dus nog steeds in Friesland, of? Nee, ik herkende niks meer. Dus ik ben nooit ook buiten Friesland geweest. Dus ik denk, nou ja, als er toch niemand meer is... en ik herken het hier niet meer. Ik voelde me ook niet meer thuis. Dus ik ben op avontuur gegaan en... Per toeval kwam ik hier. Wij hebben sinds vandaag een nieuw lid in Robbieland. We zijn super blij. Spacing Unicorn van kledingstore Spacing. Bij Lara inderdaad. En dus mocht jij ook nog een keertje een nieuwe outfit nodig hebben, ga vooral bij haar langs. Maar ze is er vandaag... Was toch nog nat? Misschien kan ze er wel langs van de week. Ik heb toevallig heb ik een nieuw pak laatst. Met een nieuwe stropdas. Met een Friesland stropdas. Wat vind je van onze pakken? Wij waren dus klaar met de hele happening. En toen kwam in één keer Isa hier bij ons. Ze weet niet wie ze is. Ze weet niet wie ze is. Ik weet wie. Ik ben Isa en ik kom uit Friesland. Maar meer weet je ook gewoon niet. Waar je daarvoor vandaan komt? Ik kom uit Friesland. Ben je daar geboren? Dat weet ik niet. Maar je weet wel wie Natvlees en Bintje zijn. Ja, en Shanna. Ja, en Shanna? Oké. Okay. Ja, we hebben sinds kort ook
een paar nieuwe mensen in Friesland zitten. Wilbert en Ronald. Nooit van gehoord. Zo, ja. Kunnen jullie even meelopen? Oké. Okay. Maar leuk om je te leren kennen in ieder geval. Oh, jezus. Eén spijs, oh. Robby, blijf even hier staan. Even de rest bewaken. Hey, je hebt meer DNA verzameld. Zoals je kan zien, dit is het DNA van Spacing. Nigel's DNA die is vrijwel hetzelfde. Want nou ja, het zijn natuurlijk broer en zus. Die van mij is iets donkerder blauw, want ik ben ouder. Zoals je kan zien, is dit een volledig blauw DNA-deel. Okay. Vroeger, toen wij leefden, was het verschil aan DNA hetgene wat je rijk of arm maakte. Het was heel belangrijk dat je een puur DNA had. Okay. En zo hadden de connecties van onze families ook alleen maar connecties met pure DNA's. Dus jullie waren echt ontiegelijk rijk. Zo kan je dat wel noemen. Waarom heeft Isa trouwens daar ook een... Ik heb vandaag... Sorry Isa, dat het zo ineens allemaal heel gek ging. Normaal heb ik daar echt wel een hele gewoon code voor hoe we dat doen en dergelijke. Maar Nigel en ik, wij herkenden jou. Maar hoe... Waarvan... Herkenden jullie mij en ik herkende jullie. Hoe herken je haar? Niet. Dat probleem hebben Larissa en Nooksie dus ook gehad. Hoe herkennen jullie haar? Ik zal het even vertellen. Puk, je bent natuurlijk nog wat nieuw hier. Robbieland is niet zomaar Robbieland. Robbieland komt uit het verleden. We zijn 1000 jaar oud. Maar 1000 jaar geleden hebben de robots de wereld overgenomen. Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Ja, ik zie nog maar een paar dingetjes, maar dat niet. Ik ben met het schip, wat je waarschijnlijk net boven hebt gezien. Heb je dat gezien? Ja, die heb ik gezien inderdaad. Dat is mijn schip. Vind je hem mooi? Ja, ik vind hem wel mooi, ja. Ik had er wat over verteld gekregen. Ah, dat is leuk. Ja, dat is mijn schip. En met dat schip ben ik 1000 jaar geleden omhoog gegaan. Ik kon helaas niemand meer vinden. Maar de Robbies hebben de wereld overgenomen, die robots. Ik ben als met een hele grote groep, met bijna 200-300 mensen zijn we daarboven. Dus what's up, crew? Hey! Waar zijn al die mensen dan nu? Daar, die zitten in het schip. Maar wat heeft dit verhaal met Isa te maken? Verhaal. Ja. Okay. Ik werd wakker in mijn schip. Ik was ingevroren. 1000 jaar later werd ik wakker. En om te hopen dat ik dan in ieder geval weer hier kon leven. En daarom ben ik aan het testen of we hier weer kunnen leven. En daarom had ik dus altijd een mondkapje voor me. Oké, doei. Maar wat heeft dat met haar te maken? Ja, ik zal het even snel uitleggen. 1000 jaar geleden leefde ik ook. En Nigel en ik waren goede vrienden. We deden vrijwel alles samen en maakten ook zelf die robots. Nu heeft Nigel in die tijd een lange tijd een vriendin gehad. Verloofd. Wat? Maar een vriendin Ik zou getuigen. Alles was al gepland. Als verrassing voor de bruiloft hadden Nigel en ik een speciale... voor de bruiloft. Nou ja, goede timing. Wij hebben dus een robot ontwikkeld voor Isa. Voor als ze Nigel zoveel zou missen, dan zou ze hem altijd... Dat is wat wij vermoeden. Maar je zei was. Is het nu... ongemakkelijk of zo? Oké, ik zal het verhaal afmaken, ja? Die robot was volgens ons goed, vriendelijk. Er gebeurde niks. Dit was nog voor de oorlog, voor wat er ook gebeurde. Maar de vriendin van Nigel, Isa, de toenmalige vriendin, die was er niet mee eens. Die zei, de robots zijn niet goed, die gaan de wereld vernietigen. Eigenlijk wist zij wel wat er aan zou komen, maar Nigel en ik hadden het geloof en we wisten zeker dat de robots gewoon goed waren. Kijk maar, Isa, hij is goed, hè Robby? Ja, Robby is lief. Weet jij hier iets van, Isa? Nee! Om dus zeker te weten dat het inderdaad de Isa is die ik denk dat het was, hebben we haar DNA gescand. En dit DNA vertelt exact dat het inderdaad de Isa is van vroeger. Het is niet maar voor ze, niet weet dat ze weet dat zelf het alleen, dus niet meer. Het is niet voor niets dat Robby gescand heeft en zegt... Robby, kan je het nog één keer alsjeblieft doen? Nee. Isa, geboren, 1700. Volgens mij maak je Isa een beetje bang. Ik hou die robot, vind ik niet fijn. Nee, Robby is lief. Robby is lief. Waarom is ze bang voor mij, Jon? Ik weet het niet. Ik weet het wel. Ze weet het stiekem binnen van binnen gewoon nog dat ze gewoon nog die... Jij wilde al die robots kapot maken, stop! Sorry. Ik weet alleen dat ze uit Friesland kwam. Ow. Dat heb ik gehoord van Nat Vlees. Ik weet van niks! Ow. Je moet mij niet zomaar slaan! Ow. Nee, dat deed je toen ook.
Ja, dat vond het leuk. Nou, oh my god. Toen wel. Maar jullie zijn dus nu exen of is het complicated? Of, Ik vond, de ex van de flashback. Ik vond samen met Ixion dat deze robots gewoon nog iets goeds hadden. Dus wij wilden gewoon de robots proberen te redden. Alleen deze jonge dame, die ging het verzet in en die ging die robots afmaken. Nou, ik weet niet wat jij nu zit te vertellen, maar ik... Waarom heb je die outfit aan dan? Als dit allemaal was gebeurd, dan wist ik dat toch wel. Waarom heb je die outfit aan dan? Dat is een verzetsoutfit. Waarom zie je eruit als een rejager? Ik denk niet dat jullie hier allemaal mee moeten confronteren als ze het niet weet. Ik kwam gewoon uit Friesland. Ze wordt wel heel erg geconfronteerd. Hebben wij een psycholoog gebeld? Of, dit is niet de juiste Isa, of... Dit is sowieso de juiste, dit is ze! Kijk, technologie kan het ook fout hebben. DNA kan het niet fout hebben, bro! Dit is de waarheid. Zij is de Isa van vroeger. Maar dan is het dus vergeten. Hoe ze hier nog is. Maar dan heeft ze dus geheugenverlies. En... Weet jij iets over capsules? Maak er nou niet bang. Je confronteert haar met allemaal dingen. Oh nee. Dan weet ze het gewoon niet. Maar dan heeft ze geheugenverlies. Ik weet niet wat jullie voor snufjes hebben om daar iets aan te veranderen. Ik kan misschien in de herinnering kijken. Isa, mag ik jou wat zeggen? Wat is dit? Aanslag op Robbieland.